Stel je voor dat je een gamekarakter kon samenstellen om een waanzinnig spel te kunnen spelen waar je op een planeet was en alles kon doen waar je fantasieën kon brengen. Nou, zal ik iets vertellen? Heb je al gedaan? Kijk om je heen. Welkom in je eigen fantasiewereld. Wat voor mentaal model zou je dit gamekarakter dan geven? Zou je het labelen met ADHD, depressie, moeilijke jeugd en speciale behandeling nodig? Of zou je het labelen met verantwoordelijk? Speels en vrij om te worden wie dit karakter verdomme wenst om te worden. Waarom kiezen zoveel mensen om zo'n triest figuur te worden? Onbegrijpelijk. Het antwoord lijkt me duidelijk. Toch doen we vaak iets heel anders als het gaat om het karakter wat we nu spelen. We labelen het met beperkende overtuigingen. In deze video vertel ik je dat je daar beter mee kunt stoppen. Als je wilt, hè. Ik wil niet dat dit kanaal een of andere extremistische religie wordt. Hey mensen, mijn naam is Mike Karanji en welkom op mijn kanaal waar alles draait om te worden van de beste versie van jezelf. Voor iedereen die nieuw is op dit kanaal, welkom. Ik maak wekelijks video's over down-to-earth, spiritualiteit, zelfontwikkeling en tools voor meer vrijheid, geluk en voldoening. Je zou me enorm steunen en helpen in de groei van dit kanaal door even op de like-knop te klikken onder de video. En als je op de hoogte gebracht wordt van alle nieuwe content die ik post, klik dan meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje. Ik had vroeger een collega. Ik zal zijn naam niet noemen. Misschien kijkt hij wel mijn video's. En als het zo is, wauw, jij bent echt enorm gegroeid. Maar zonder oordelen of zo. Het was een collega met... ja... een persoon met een gebruiksaanwijzing, noemen ze dat. Debiel. Ik herinner me vooral aan hem, als ik aan hem denk, de aandoeningen die hij had. Ik herinner me totaal niet meer hoe hij zijn werk deed of wat voor prachtige momenten we samen hebben gehad. Nee, ik herinner me vooral die scheve kop van hem. Maar toch hou ik van hem. Ik herinner me een stuk of 5 ziektes en aandoeningen, waaronder ADHD die hij had. Of die hij was. En ik heb regelmatig nog gesprekken met mensen waar, als ik naar ze luister, ik ze vooral hoor vertellen over waarom ze bepaalde dingen niet kunnen doen. Wat ze allemaal zouden doen als ze geluk hadden. Waarom ze een speciale behandeling nodig hebben. Of waarom ze een bepaalde ziekte, aandoening of andere zieligheid hebben. Waarom ze zielig gevonden moeten worden. Trieste figuren. En dat mag ik zeggen. Het zijn toch voornamelijk NPC's. En even voor de duidelijkheid. Ik heb enorm veel compassie voor de mensen die lijden. Want er zijn een hoop mensen die echt in moeilijke situaties zitten. Die gewoon kloten zijn. Alle compassie daarvoor. Maar dat gezegd te hebben. Er zijn nog veel meer mensen die daar graag nog een schepje bovenop doen. En slachtofferpunten willen scoren. En die krijgen van het universum precies waar ze op vragen. Schepjes en sprankeltjes aan meer zieligheid. Nou moet ik even opletten, want ik wil mezelf niet laten meesleuren in mijn eigen oordeel. Maar ik zat kort geleden een podcast te kijken met Andrew Tate. En dit is allemaal gestart omdat iemand mij verwarde met Andrew Tate. En ik geen idee had of ik dat als een compliment of belediging moest nemen. Ja, Andrew Tate. Ik hoorde zoveel gedoe over hem en ik ging wat over hem opzoeken en ik zag direct hoe de media hem framede. Dus ik wilde meer over hem te weten komen. Vooral meer over wie hij echt was. En ik moet toegeven, hij voelt legit. En even los van wat ik heb ontdekt, een van de dingen die me erg inspireerde aan hem was dat hij bepaalde dingen gewoon ontkende in zijn geloofsovertuigingen. Depressie bijvoorbeeld. Hij gelooft niet in depressie. Het bestaat gewoon niet voor hem. Zo makkelijk. Wat? COVID? Bestaat niet. Nee, oprotten met je mediaberichten? Bestaat niet. Geen tijd voor. Geen energie voor. En ik wil niet nu een discussie starten of depressie wel of niet echt is. Want het is duidelijk dat er toestanden bestaan die aanvoelen als depressie. Maar wat ik zo krachtig vond, was hoe hij zijn vechtershouding gebruikte om een mentaal model te vormen. Zelfs te forceren. Van hoe hij de wereld zag. En zonder enige interesse wat jij of ik ervan denken. Vooral dat, scheid hebben aan, resoneer ik als rebelse ziel heel erg mee. Maar gewoon, dit is hoe hij erover denkt. Dit is wat hij gelooft. Dit is gewoon hoe het is. En fuck iedereen die zegt dat het niet zo is. Klaar. Ik ga hiermee. Ik leef hiermee. En dat bleef me bij. Toch grappig dat God al die
bijzondere karakters in het spel creëert. Om op een dag te ontdekken, shit, ik was het gewoon al die tijd. Die met mezelf ruziede, conflicten, leerde, vocht, inspireerde en domineerde. We waren allemaal Andrew Tate. Want als ik om me heen kijk, zie ik zoveel mensen die zich dingen laten geloven in zichzelf. Ze laten zich beïnvloeden. Ze laten zich omlaag brengen. En nog erger, ze doen het zichzelf aan. Maar allemaal is het gewoon een mentaal model. Wat mensen ook geloven. Waar ze ook voor kiezen om in te geloven. Het is een mentaal model. En het is altijd waar. Dus waarom zou je geloven in dingen die je leven een complete ellende maken? Het maakt gewoon geen zin uit. Wat jij gelooft is altijd waar. Los van of het een universele waarheid is. Voor jou wordt het een waarheid. Ik geloof namelijk in de wetten van manifestatie. Ik geloof dat ze waar zijn. Ik hoef dat niemand te bewijzen. Ik heb daar gewoon in geloofd op een bepaald punt in mijn leven. En ik heb dat geloof meegenomen in de manier hoe ik denk, hoe ik mijn leven opzet, hoe ik handel. En vervolgens heb ik allerlei resultaten gezien die dit geloof bevestigden. Simpele natuurwet. Geloof creëert potentie. Potentie creëert actie. Actie creëert resultaat. Resultaat creëert meer geloof. Nou, welk geloof wil je dat deze cyclus naartoe werkt? Maar er zijn zat mensen om me heen geweest die dachten dat ik gek was. Die niet geloofden in wat ik geloofde. Maar het boeide me niet. Nee, wil je mij zien slagen in iets? Dan moet je vooral niet geloven dat ik het kan. Ik was niet op aarde om andere mensen te bekeren. Ik voelde me hier geroepen om te geloven wat ik wil geloven. En dit geloof heeft een bepaald resultaat gebracht in mijn leven. Maar die resultaten waren niet altijd positief. Veel resultaten die ik heb ervaren in mijn leven waren heel negatief. Maar toen ook waren ze te herleiden naar mijn mentale model. Naar wat ik geloofde over mezelf. De wereld. Anderen. We manifesteren altijd reflecties van onze diepste overtuigingen. Dus stel dat mijn lieve collega, in plaats van geloven dat hij ADHD had en een beperking had, waardoor hij heel veel dingen niet kon doen en een speciale behandeling nodig had daarvoor, zou veranderen in ADHD bestaat niet. Of het wel of niet bestaat, boeit me persoonlijk niet, maar ik vind het gewoon een onzinuitdrukking. ADHD. Maar stel, hij zou dit veranderen in, ik ben een persoon met verdomd veel energie. Dit is mijn gegeven. Dit is een gift. En ook al pas ik totaal niet in het systeem, is dit zelfs een compliment. Ik ben te goed voor het systeem. Ik heb deze gift van overmatige energie gehad en dit maakt me zo verdomd goed dat het systeem mij niet aan kan. En als gevolg moet ik zelfs iets gaan creëren wat nog beter is dan het systeem me ooit zou kunnen geven. Waarschijnlijk was die collega een nog grotere klojo geworden. Ja, sommige mensen zijn gewoon aangeboren klojo's. Ja. Een beetje overdreven. En ik snap dat dit niet voor iedereen werkt, want het kan je ego ook enorm opblazen. Andrew Tate, heel groot opgeblazen ego. Maar ja, zolang je er bewust over bent, het is maar een rol die je speelt. Maar zolang je hyperbewust bent en blijft over dit leven waar je nu in zit, dat het slechts een spel is, waar jij een gamekarakter bent. Waarom zou je niet kiezen voor welk mentaal model jij gebruikt om het karakter te spelen? Waarschijnlijk omdat anderen dat voor je gekozen hebben. Gelukkig kun je vanaf vandaag zelf gaan kiezen wie je gaat spelen. Ik denk dat je dit al doet. Als je mijn kanaal volgt, dan zal je zeker bezig zijn met het bouwen van een personage die beter voor jou werkt. En het krijgen van een leven die je graag wilt leven. Maar hoeveel overtuigingen hou jij er nog op na die je omlaag wegen? Hoe vaak geloof jij dingen die niet meewerken aan het worden van een betere versie van jezelf? Hey, we zijn allemaal werk in progressie. Ik geloof ook nog steeds te vaak in onzin. Hoe vaak voel je je vibe zakken door bepaalde gedachten? Of door wat anderen tegen je zeggen? Door de mentale gevangenis in jou die je energie blokkeert wanneer het tegen overtuiging aanbotst? Jij mag zelf besluiten of het wel of niet waar is. Hoe luxe is dat? Er is niemand die jou kan vertellen hoe jij moet zijn. Hoe het leven is, wat wel of niet eerlijk is, hoe jij je tijd en energie en aandacht moet besteden. Jij mag hierover alles geloven wat je wilt. Als jij wilt geloven dat de lucht paars is en regenbogen eetbaar zijn, ga je gang. Het is jouw feestje. Als jij wilt geloven dat het leven allerlei beperkingen heeft en het een oneerlijke behandeling heeft voor bepaalde mensen en dit anders zou moeten zijn omdat
bla 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 bla. Dan gaat het leven ook zo worden. Ik weet niet meer wie die quote uitsprak, maar of je nou denkt dat je het goed of fout doet, je hebt sowieso gelijk. Het gaat je gewoon weer spiegelen wat je diepste overtuigingen zijn. Als jij gelooft dat het leven één groot magisch, mysterieus spel is en niets er eigenlijk toe doet. Het is één grote kosmische grap en jij kan gewoon doen wat je maar wilt. Omdat, wat moet je anders doen dan gewoon lol hebben met het spel? Dan gaat het leven ook zo worden. Het leven gaat zo reageren als een groot, mysterieus, magisch, onserieus spel. Maar in de handen van de verkeerde mensen kan dat ook terugvuren. Daar hebben ze gekhuizen voor uitgevonden. En dat is nu, ik dit zo zeg, bevrijdend. Geweldig. Maar ook een grote verantwoordelijkheid. Want ik kan me voorstellen dat je niet wil dat iedereen op aarde toegang krijgt tot deze mindset. Kijk maar naar Hitler. Hij gelooft ook in een hoop. En dat geloof pakt uit. Maar ja, pakt het goed uit is maar de vraag. Voor hem wel in ieder geval. Maar laten we er even van uitgaan dat iedereen die nu kijkt bewust genoeg is om zijn of haar mentaal model te kunnen gaan bouwen. Vanuit zuivere intenties. Want zomaar geloven dat jij een verlichte meester bent waar iedereen voor moet buigen en geld naar moet gooien, gaat je een heel teleurgesteld en haatdragend persoon maken als het komt vanuit een lage vibe. Kijk maar naar de christelijke kerk. Zegt genoeg toch? Maar je kan altijd starten met betere dingen geloven. Misschien gaan starten met geloven dat je niet zo hard hoeft te werken om geld te verdienen. En dat je zelfs als iedereen praat over armoede, jij gewoon alle tools kunt vinden en kunt leren om jezelf financieel gezond te maken. Je kunt starten met geloven dat jij niet constant anderen hoeft te pleasen en je tijd en energie weg hoeft te geven om een goed persoon te zijn of een geliefd persoon te zijn. Misschien kun je geloven dat een goed persoon zijn hoef je jezelf niet voor te bewijzen. Je kunt gewoon jezelf zijn en dat is al goed genoeg. Of misschien kun je starten met geloven dat je kunt worden wie je gelooft te zijn. Wauw, dat is denk ik de klapper. Geloven in het geloof dat je kunt worden waar je in gelooft wie je kunt worden. Ja, dat was de klapper. Ik heb ontdekt dat deze hele realiteit, hoe we die kennen, een gevolg is van geloof. Collectief geloof. Onze gedachten creëren dit allemaal. En ook al is het lastig om een heel collectief veld 180 graden om te draaien, ons eigen veld hebben we altijd controle over. En kunnen we altijd vormen in elk moment. En daarmee ook de realiteit om ons heen. Hey, er hangt een briefje van €500 aan je rug. Oh shit, je hebt gelijk man. Bedankt. Ja, die blijven steeds plakken aan mijn rug man. Oh, hoe kan dat dan? Ik heb een money mindset aangeleerd. Sindsdien blijft er overal waar ik ga geld aan mijn rug plakken. Oh, dat is een probleem die ik graag zou willen hebben. Dus welk mentaal model ga jij bouwen de komende tijd? Of het komende jaar? Wat wil jij wel of niet geloven over jezelf? De wereld. En anderen. Wil jij geloven in een boze wereld met heel veel slechte mensen tegen wie je moet vechten? Of wil je geloven in een prachtige wereld waar jij gewoon plezier hebt en alle shit zichzelf oplost? Beter gezegd, alle shit zichzelf gewoon vernietigt. Terwijl jij te druk bent met plezier maken in het leven. Ja, ik wil dit niet voor je invullen of zo. Het is jouw realiteit. Ga je gang. Vul het maar in hoe jij wil zien dat het is. Veel plezier. En als je tot hier in de video bent gekomen, laat het me even weten door in de comments te typen. Mijn geloof is overvloed. Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim omhoog onder de video. En klik meteen op de rode abonneerknop en op het notificatiebelletje, zodat je geen van mijn nieuwe video's mist. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.